verre verbinding. Op zoek naar verhalen, beelden uit het verleden, om te herdenken in het heden. Beelden, verhalen, vervagen voor mij. Zo ver weg en toch dichtbij. Rondom mij zie ik jong en oud. Samen gedachten delen. Ervaringen van velen maken mij binnenin koud. De Dichtwedstrijd Dichterbij 4 mei wordt georganiseerd door het Poëziepaleis en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanuit het Poëziepaleis geven wij workshops op verschillende scholen. Dat doen we elk jaar in een andere provincie. Dit jaar was dat Drenthe. Op heel veel scholen hebben we dus workshops gegeven. En de leerlingen die mochten dan, nadat ze hun gedicht hebben geschreven rondom het thema herdenken, mochten ze hun gedicht voorleggen aan een professionele jury. Die jury die werd voorgezeten door de dichteres des Vaderlands, Anne Vechter. En er zijn heel veel honderden inzendingen binnengekomen. En vandaag op voor 5 mei hebben we de 6 winnaars gehoord die dus de dichtwedstrijd hebben gewonnen. Erg goede gedichten en ook heel goed voorgedragen, dus dat ging heel goed. Straten vol van vele namen waar men geen gezichten meer bij heeft. Terreur mag niet vergeten worden. Daarom komt men samen bij de steengeworden eik, zodat tranen niet vergeefs zijn, zodat een naam een gezicht krijgt, opdat terreur nooit vergeten wordt. Luchtvliegers in het nu, een kloppend hart, klaprozen in de wind, een lichte zoutsmaak, vergif. Nu, hier, gewetensstillend, klopt het hart van toen, om nieuwe klaprozen aan het land te wortelen. Wat een talent! Sam Kragtwijk!